President Chandrika Prasad Santokhi vertrekt morgen in de vroege ochtend naar de Summit of the Americas in de Verenigde Staten. Deze 9e editie van de Summit of the Americas is vandaag begonnen en loopt tot en met 10 juni in Los Angeles. De topconferentie is de grootste bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van Noord, Zuid en Midden-Amerika plus het Caribisch gebied en is het belangrijkste forum waar het buitenlands beleid van de Verenigde Staten naar de regio toe gestalte moet krijgen. Omdat de VS de gastheer is, wordt er extra initiatief van het land verwacht. Elke ontmoeting heeft een speciaal thema, dat meestal een goede reflectie is van de problematiek waarmee de landen worden geconfronteerd. Deze summit staat in het teken van bouwen aan een duurzame, veerkrachtige en rechtvaardige toekomst. Met name vanuit de CARICOM-landen is aangegeven dat het Caribisch gebied met een aantal dringende issues zit die aandacht behoeven. Het gaat daarbij met name om klimaatverandering, hoge energieprijzen en hoge voedselprijzen.